Steekjoden gaan eraan. Homo Joden! Op de Joden! 3-1! 3-1! 3-1! Wat denkt u ervan? Ja, wat denk je? Welkom in Rotterdam tegen 020. Hier ja. Zijn wij de baas. De afgelopen 5 wedstrijden hebben ze natuurlijk verloren van Ajax. Waarom nu wel? Gaan we zo doen? Nou, dat vind ik niet leuk. Maar ze gaan zeker winnen morgen. Ik denk 2-0 zelfs. En we gaan het gewoon zien, joh. 4-0. 4-0? Zeker. Voor Ajax. Wat ben je niet goed? Jij wil verdwijnen hier, jongen. De poort is klaar, hè? Dan moet het Ajax zo slecht is of het Feyenoord zo goed is? Beide. Echt. We zijn onsterfelijk, jongen. Let maar op. We pakken ze met 3-1. Echt waar. Ajax gewoon helemaal niet in vorm. Helemaal. Daarom kan Feyenoord winnen. Ja, en Feyenoord. Kijk waar we mee bezig zijn. Bovenaan. Ja, goed. Spelers zijn echt lekker bezig. We gaan gewoon eroverheen klappen morgen. Luister, die gasten in Amsterdam bakten helemaal niks van. Ze hebben 3 keer zo meer budget als wij. Alleen wij presteren veel beter dan hun. Feyenoord wordt kampioen, jongen. Als je 1 speler zou mogen kiezen van Ajax die naar Feyenoord moet komen, wie is het dan? Geen één. Nooit niet. Ook jullie geliefde Berghuis niet. Wie? Jullie geliefde Berghuis. Ken ik niet. Als u 1 speler moet uitkiezen van Ajax, wie zou er aan moeten komen? Hier? Geen één. Geen één. Berghuis ook niet. Het is geen Berghuis, maar Bergrat. Het is een rat. Berghuis hoeft ook niet terug. Zo, nog even. Nu mag lekker daar blijven. Berghuis is wel in topvorm dit jaar, hè? Ja, kijk je ernaar. Ik kijk ernaar? Nee, ik kijk er niet naar. Ik heb echt geen idee. Geen idee. Ik zie me ook echt geen reet. Gaat het morgen goed met Berghuis, denk je? Ja. Goed in vorm is hij, hè? Nou, ik weet niet of hij gaat starten of op de bank zit. Maar als hij gaat warm lopen, dan ik weet niet of het dan goed gaat. Ik verhalen dat er morgen dartpijlen gegooid gaan worden. Dan moet je morgen de wedstrijd kijken, dan weet je het, jongen. Of moet even zo voor je ogen doen, zo. Ja? Ik zal mijn zonnebril maar opzetten. De vorige 5 wedstrijden hebben jullie verloren van Ajax. Maar nu hebben we supporters bij ons. Maar wat doet de maatschappij? We gaan voor 1 gas gaan we netten zetten. Juist, we gaan voor 1 gas gaan we netten zetten. Dus wie vraagt hier om problemen? Overheid vraagt hier om problemen. Niet wij, maar de overheid. Ja, gewoon die netten weghalen. Dus hier redelijk het gaat om 1 neus. Zou het niet mooier wezen als ook de Ajax supporters gewoon weer mogen komen en andersom? Ja, maar dat gaat niet goed. Je weet wel dat van tevoren dat het niet goed gaat. In het verleden is dat toch ook al gebleken. Nu komen er alleen maar Feyenoord supporters, maar de ME is alweer gereed om de rellen aan te gaan pakken. Ja, je gaan we zelf zien hoe het morgen gaat lopen. Dus jij denkt dat het wel goed gaat? Dat denk ik niet. Ja, ik heb heel naar zin. Doe er eens. Wat vindt u daar nou van? Die jongen die net voorbij liep, die deed hier niet goed. Maar dom. Dom. Dit is niet voetbal? Nee, maar heel dom, vind ik. Wat is er eigenlijk zo'n haat vanaf de Feyenoorders naar Ajax? Het is geen haat, het is strijd, het is geen kwestie van haat. Nergens voor nodig. Kan ik je horen dit, kan ik je horen dat? Nou, dat spreekt voor zich. Nee, daar doe ik geen uitspraak over. De steekjoden gaan eraan. Homo Joden! Op de Joden! 3-1! 3-1! 3-1! Ja! Voor Ajax. Feyenoord! Feyenoord! Zoals je ziet, vertrekken de spelers nu van het veld af. Dit was een goede training. Dat was aardig rustig, gewoon vuurwerk na. Op naar een mooie wedstrijd. Hey, abonneer even door hier te klikken. Klik, 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 klik.